Gozer. Is je dan? Hier. Klaar voor de start weer, versie weer aan. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben wel benieuwd. Ja? Ja, toch? Ja, kijk eens. Mooi, hè? Alles al meegemaakt, maar gewoon een beetje zenuwachtig. There's this African proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So the story begins. Together, four men, well, boys, if you ask me, all packed and sacked up for another adventure. But make no mistake, my boys, this is not a safari on the bike. This is one of a kind gravel race on the most challenging terrains you will ever encounter. You will not find any ordinary gravel here. This is African gravel. This, my boys, is what we call Kokoto. Waar zijn we? Wat doen we? We zijn aan de start van 20 minuten voor de start van de eerste rit. Vanochtend ontbeten was geen koffie, was wel echt een nadeeltje. Dus moeten we gaan veranderen. Deze gozer gaat zo kapot gereden worden. Even de VIP-tentjes laten zien. Daar sliep Thomas met zijn maat. Hier sliep Lau met zijn maat. En daar sliep Ian met zijn maat. Het waren de VIP-lotjes. Sorry Hossel, sorry Steef. Ik kan er niks aan doen. Ik had ook liever naast jullie gelegen. Ian, you ready? Ready to go? Kijk wat we tegenkomen. Heel veel stenen hebben we al gezien, maar ja, leeuwen, tijgers. Rwandese die knijt eruit fietsen. Ik ben benieuwd. Even op zoek naar Hossel en Steef natuurlijk. Kijken of die twee gasten kan zien. Ik heb ze vanochtend nog niet gezien. Thomas en ik waren met z'n tweeën... Oeh, kijk hier, er is wel een jeep gestart hier. Een of andere Engelse Conti-gast. Gaat ook hard fietsen, denk ik. Yo, morning. Good morning. Hier, Tom Bosuy. Tom, ben je er klaar voor? Ja, een beetje... Oude commando. Oude commando, hé. Hey. Jaren naartoe geleefd. Vandaag moet het goed dag, guys. Thank you. Where are you from? Spain, Madrid. Madrid. Oh, daar is Hossel. Ik was op zoek aan jullie. Ben je klaar voor Hossel? Hoor ze dan filmen alles? Kakken. Ik alleen nog. Moet je nog kakken? Ik heb bij jou in jouw huis gekakt. Zenuwachtig. Nee hoor, moet ik gewoon kakken. Heb je nog niet gekakt? Nee, ik heb al twee keer gekakt. Oh, Steve. Petje op hoor, hé. Hey. VDB-stijl. 10 minuten. Hey, Philip. Excited. I had a pretty good night of sleep, actually. My German roommate did not. But I had a pretty good night of sleep, you know. I'm so curious what will happen, man. Things will happen. Don't know what, but shit will break out. The Migration Gravel Race, a four-day gravel stage race in the Kenyan Maasai Mara, almost 700 kilometers long with some 8,000 meters of climbing in the Mara, Africa's greatest wildlife reserve, named in honor of the Maasai people, their ancestral inhabitants. Oh, there's something special about this place, with the dotted acacia trees, vast savanna plains, and endless rolling hills. The Mara is widely regarded to be the cradle of mankind. Those who've been there will agree. This is one of the most beautiful places in the world. MGR is one of the projects that we've initiated out of the Amani project. And the idea behind the MGR is to create international racing opportunities for East African cyclists.
You can be a big fish here in Kenya, but if you're not racing against the best, you'll never rise to the level required for the World Tour. That is the number one problem. Road cycling is obviously very traditional. 15 years ago, a critical mistake was made. Some of the East African riders were brought to the World Tour possibly a bit too early, before they were ready. When they didn't perform, the European peloton made up their mind that if you see an African in the peloton, it's a charity case, that they don't belong. And it's really difficult when someone makes a first impression in general to overcome that first impression. What ultimately our goal was to bring international competition here. Bring it to East Africa, make it accessible. Let's see if we brought that competition here, then the riders have something to gauge where they're at by. Let's have a look at what the first stage looks like. The course starts off with a hardy rock section, then a climbing section on steep, rocky pitches. Second half is notable for the very strong headwinds and a mild cobbled track. Good luck, boys. De oude kleding nemen we mee. Ja. En, we hebben ruim vier ritten, dus 16 beeldenbars mee. Dat je gewoon wel iets aan hebt. Next event is for me is Migration Race, where I'm going to try to win it. Basically, that's my that's the goal. Lately, I've done some good racing. I got second in Unbound. The winner of Unbound is also there, so I have to try to beat him and make it a 1-1. Yeah. Ik zou even ook op voorbereiden dat je heel moe thuis komt. Ja, dat sowieso. Maar wat zeg je nou, geen katoen dragen? Ja, wel katoen dragen, maar geen zwarte shirts, geen zwarte broeken meenemen. Neem zoveel mogelijk je grijze shit mee. Ja? Ja, zwart en blauw trekken heel veel vliegen en muskieten aan. Als je heel snel geprikt wordt en dat soort dingen, ik had zelf een paar hele dunne handschoentjes meegenomen. Ja, voor in je slaapzak, maar ook als je buiten zit. Serieus, date moet mee. Dat moet je, neem het echt mee. Maar neem ook een paar. Ja, maar dat vind ik wel een beetje een hossel dingetje om dat heel veel mee te nemen. This is about three things. It's about the Amani project, like the migration gravel race and its purpose. It's about racing on an individual basis, but also racing with the guys, all on our own level. But it's also an adventure, a road trip with those four guys. And well, actually, that's the thing that pops in my mind most often. I'm really looking forward to make this trip with this three other crazy f***ers. Hebben we genoeg meisjes, of niet? Shit! De gasten, kunnen we even vaststellen dat we er zijn? We zijn er. Niet als eten. Zeker honger. Nou, we zijn er. We gaan zo meteen allemaal een beeldenbar te klappen. We hebben een summit to eat, toch? Oh, summit to eat. Apple crumble. Hij neemt er even apple crumble toe. Arrive. 38, 40, 42, 44, 46, 47. En ik heb er nog 18. Dus we hebben de 51. 55, 65. 65. Dus ieder 32. It's the battle for the blocks. We arrived in Nairobi and we had a few days in a hotel. So that was like a soft landing. And we got used to the altitude a bit, because that's the thing. Sunday we already had a beautiful ride with some locals through a park and a few hours off-road. Awesome. We hebben de spirituele leider van Amstelveld. Die heeft alle energie van alle mensen weer. Yes. Van Betsy, van Ian, van Hossel, van Steve, van Sula op zich genomen. En dat is een beetje veel voor die jongen. Yeah. Komt allemaal goed, jongen. Komt allemaal goed, jongen. On the other side of the mountain ridge, he took her for a ride on the Willow Creek Bridge. He said she could have any dream. He was quick talking with a silver tongue, tangled up in the lies he spun.
zijn nu vanaf Nairobi onderweg naar het basecamp. En vanuit het basecamp gaan we dan die 4 etappes door Masai Mara af. Nou, wat gebeurde er? Kenya. We kregen een ontploffing. Of een band gebroken of de as gebroken. Ja, ik zeg de as. Ik zeg de as. Ik zeg de as. Is wel een beetje negatief. Ja, precies. Ja. Te snel, buddy. Ik ben even eentje nog. Cyclist is een auto fixement, right? Ik denk toch dat het band is. Ik denk ook dat het bandje is. It was kind of a travel, you know. We were with 4 of those buses, but actually our bus flattened already twice on the gravel roads towards base camp, and there we already saw like if the bus flattens twice, then it must be something to race your bike on all this, which also the day after proved right because there were a lot of flat tires, I guess. A 4-hour trip turned into a 6-hour trip, bus trip. Is er aan de hand dan? Niks voor. Schok je? ik ga hier lekker op. Ja, dit soort dingen. Ja, dan is er shit om op te lossen. Ik kan misschien wel, ik zie dat je ook echt mensen aan het helpen bent. Yeah. Ik ben even aan het kijken hoe ze dit aan het oplossen zijn. We were driving over those roads and the buses were not capable of almost doing it. And then I thought like, yeah, we have to ride 4 days with our bikes through these circumstances, and it's going to be interesting because I have like 2 left hands, so if there would happen something big with my bike on the road, I would be not capable of fixing it. First day, I start up with Steven. We ride with the first group, but after 10Ks, Stevie got a flat tire, his first flat tire. So we stopped and I stayed with him. Het is wel een mooie plek om je band te vangen, jongens. Wow, het mooiste plek die ik heb. Ja, dit is niet normaal. Dus. I had the luck that I had only 1 flat tire in 4 days. But Stevie had 6 in 15Ks. Heb je het wel een beetje onder controle, jongens? There were a lot of flat tires because the surface on some points was like brutal, like big rocks and sharp. And especially when you try to avoid all the rocks, then you get hit by it for sure. So you have to ride straight lines. The minute we stepped into the bus to location number 1, where the start of the race would be, until the minute we stepped out of the bus at the hotel again, those 5 days in between were like a military operation. So there's no slacking, there's no coming late, because otherwise the start has already been, or the food is gone, or you had to adjust to the organization's process. And this was really well organized. Eerste rit gehad, gewonnen, best wel blij mee, best wel trots op. Ik ben een minuut of 8 voor op Soelen, de nummer 2. Ik weet nog niet of Thomas binnen is. Net een kwartiertje binnen waren er nog maar 2 man binnen. Ik zie er lekker uit trouwens, laatst 45 kilometer solo. Wind tegen, iets te langer solo. Het kostte wel kracht, dus sneller stellen. Op weg naar de douche. Is dat Tom? Die kan ook wel een douche gebruiken, of niet, Tom? Zeker. Laurens is ook echt een zwijn, jongen. Die is niet normaal. Dit zijn de wc's, jongens. Dit is gewoon een gasleider pot, joh. When we traveled to Nairobi, we met Tom Oosterdijk. And a really fun guy. For him, it was also really hard because he's not so experienced in stage races too. So he normally does the Ironman, so he knows how to suffer. But most of all, I think we had a lot of fun together. We played, of course, a little bit with his balls because he had so much bad luck in all those races. Yeah, I think everybody could fit in easily in the LSRF group because we're pretty easygoing. But definitely Tom made it more fun. We komen voorbij de Maasai hier. Die wijzen onze weg naar de douche. De douche is dus warm met hout gestookt vandaag. Hallo, thank you very much. Welcome. Say hi. Hi. Ik
krijg het in mijn rug, joh. Het laatste stuk, we hebben gewoon 5 kilometer lang met kramp gereden. Oh ja? Ja, maar het gerucht gaat dat jullie de enige twee zijn die verkeerd gereden zijn. Maar vervolgens, ja, we vervolgens wel terug, hè? Vervolgens wel terug. Wij hebben 130 gereden. Twee. Wij zijn teruggereden en opnieuw. Vier ogen. Twee boos. Twee boos, gewoon dat stippellijntje achterna rijden. Maar daar is Steve altijd. Steve die volgt aan zijn eigen route. Ook weet toch hoe ik met de route ga. Ja. Ja. Oh nee, zo moeten we. Ja. Dat is natuurlijk in Nederland. Nee, maar je kan toch ook zo? Maar wij waren gewoon eerder bij de waterstop dan jij was. Stage 1, it went. Shit, because we have 5 flats. I was so happy Dennis was with me because we used all my spare tires and his spare tires. I had 5 flats during that day. Then we also took the wrong routes. We were the first at the first stop, but we weren't first in the race. We just took a shortcut, obviously. How was it today? Good. Hard, hè? Wat een wind, hè? I've never had a You're a climber. Huh? You're a climber. Nah, maar I'm a climber. We waren met z'n twee over. En die nam al 10 kilometer niet over. En toen ging je opeens om eten vragen. Toen zei ik, ja, ik zeg, over 5 kilometer is de waterstop. Want je had geen eten meer ook? Ik had heel veel eten. Voor mezelf. So you were with me, hè? Ja. Veel de water. Ja. We zaten samen tot de waterstop. Ik en die gast in het rood. En toen wilde hij niet meer overnemen. Hè? Huh? Yeah. We have to pull together, hè? Pardon? Je bent zo tired, hè? Bij die waterstop kreeg hij een banaan. Kreeg hij bananen. Toen denk ik, rij me direct af voordat die banaan begint te werken. Zo straks heb ik het zitten. Die rijdt echt uit berg op. Ja. Ik zat echt af te zien in zijn wiel. Want vlakken was hij gelukkig moe. Ze hebben nog niet geleerd dat je 2 stripjes bloks per uur moet eten. Maar dat gaan we ze ook niet leren, hè, Toon? De boel wordt even geëvalueerd hier. Ik zei, Thomas, laat ze even niet... Laat ze dan tenminste even een beetje pijn hebben voordat ze terugkomen, zei ik nog. Weet je wel? Ja. Ik zei, zei hij dat? Hij wilde ja, achteraf gezien had ik wel gewoon door willen raken. De praatjes zijn niet van de poes, jongens. Kom hier. Het is zeker wielrennen, dit. Sjoele, die heeft me wel echt impressionant, hoor. Ja? 13 minuten maar. En dat is lekker wel. Op een koersje. Lekker rijden. Op een koersje van op een koersje. Lekker rijden. Alles alleen gereden. Vanaf na 10 kilometer. Hij is opgestapt, heeft hij harder gereden. Ja? Niet normaal, toch? Ja, echt man. Yeah, I think there's one person that wants to know. Well, I'm going to tell you anyway. For the guys, first place on the stage, Lawrence Tendam. Woo! 4 hours and 48 minutes. Yeah. I just let that soak in. Second place. So true. Shule Kangani. Woo! 5 hours, 1 minute. Third place. With a bike throw at the line, Thomas Dekker. Because of the height, I get sick the second day. I had to puke like several times with the climb. I noticed it already in the beginning of the climb. He was puking and he had a headache, so waited on top of the climb for him. Did you Dennis nog gezien? As I was sitting there damaged, then you came with your arms wrapped around me like a bandage. How can I thank you for what you've done? A payment is equivalent to a half grain of sand, and all I can do is thank you, cause a matter of fact it's paid all my debts by the grace of the sun. The grace of the sun.